Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik gewoon even gezellig een lekkere kletsmukbang. Ik heb lekker Joe & Juice besteld. We gaan gewoon lekker samen kletsen, lekker eten. Ik dacht, het is zo lang geleden dat ik echt een video met jullie heb gemaakt. Dat ik gewoon één op één even gezellig aan het kletsen ben. En over het leven heb en wat vragen beantwoord. Ik heb er mijn zin in. Het is super lekker weer momenteel. Volgens mij na vandaag wordt het alweer slechter weer. Dat is jammer. Ik heb mijn favoriete bestelling gedaan. Green Mile. Dit sapje is echt de freaking best. En daar heb ik een tunicado. Maar ik heb er dus nu mozzarella op gedaan. En tabasco. En mozzarella zag ik dus op TikTok. Heel benieuwd of dat lekker is. Of dat de vibe is. Ik ga nu even een thumbnailtje maken natuurlijk. De Green Mile is echt... Ah... Ik zou dit echt elke dag kunnen drinken. We gaan even een nieuwe taste test doen, soort van. De tunicado met mozzarella. Misschien kan ik dit wel gewoon echt één keer in de maand doen. Gewoon even lekker een sit-down. Lekker een lunchje. Ik heb, oh ja, extra tuna mousse gedaan. Ik heb mozzarella gedaan. Ik heb tabasco gedaan. Ik dacht, als we het eten, ja, dan moeten we hem wel gewoon lekker goed eten, weet je wel. Dus ik ben benieuwd. Oh ja, kijk, hier zie je die mozzarella. Bij die spicy tuna vind ik hem ook wel lekker. Maar daar heb je dus geen avocado op. Dus dan moet je er avocado toevoegen. En ik vind die jalapeno soms ook iets too much. Dus beter gewoon een beetje tabasco. Oh ja, kijk. Hier zie je de mozzarella. Ah, dit broodje is zo lekker. Ik zou het echt elke dag kunnen eten. Helemaal. Goed, hoe is het met mij? Dat is altijd een vraag waarvan je denkt, ja, hoe is het eigenlijk met mij? Wat je wel kan zeggen, is dat het de laatste tijd best wel goed gaat. Echt, sinds ik eigenlijk gestopt ben bij Haps & Lewis als werk. Veel meer rust. Ja, ik denk dat je het ook wel, als je mijn vlogs kijkt, in mijn vlog kan zien. Dat ik veel meer tijd en ruimte heb voor content. En dat maakt me ook weer blijer. Eerst maakte ik echt alleen content voor de samenwerking omdat het moest. En nu komt het gewoon wat organischer en meer vanzelf. En ja, dat is natuurlijk gewoon veel leuker. Dus dat is ook ontzettend, oh mijn god, leuk. Om constant jullie lieve reacties te lezen. Want jullie zeggen echt super lieve dingen van dat jullie het zo leuk vinden om mijn vlogs te kijken. En ja, ik vind het soms zo raar om te beseffen dat ik echt denk, hoe dan? Hoe kan iemand naar mijn vlog kijken? Ik snap het gewoon niet. Ik vind het niet leuk om te zien, omdat ik het allemaal al heb gedaan. Maar ja, voor jullie is het natuurlijk anders. Maar ik ben er zo dankbaar voor. En ik groei de laatste tijd ook echt hard op TikTok. Er kan me niks blijer maken als dat. En dat is gewoon echt zo. Ik vind die mozzarella lekker, maar het voegt niet heel veel toe. Mozzarella heeft natuurlijk niet heel veel smaak. Dus lekker, maar het is niet dat ik denk, ik ga nu altijd met mozzarella bestellen of zo. Nee. Wel extra tuna, want er is zo weinig erop. De vraag die ik veel krijg is hoe ik het vind om alleen te wonen. For your information. Ik woon dus nu sinds kort alleen in Amsterdam. Ontzettend dankbaar. Heel erg blij mee. En sinds ik op mezelf woon voel ik me ook wel een stuk meer rust. En ik vind het gewoon heerlijk om alleen te zijn. Maar ik heb best wel een groot sociaal leven. Ik zie heel veel mensen. Ik heb veel vriendinnen. Ik heb een vriend. Dus ik vind het heerlijk om lekker thuis te zijn. Ik hou van thuis zijn. Ik vind het zo lekker. Ja, om dan alleen thuis te zijn. Ja, ik vermaak me wel, zeg maar. Dus ik vind het heel leuk. Ik zou het wel saai vinden als ik geen vriend heb. Maar we zijn ook weer gewend aan ben. Maar het is wel leuk dat iemand gewoon een paar keer in de week bij je komt slapen en eten. En misschien doe je dat anders wel met vriendin of zo. I don't know. Ik vind het heerlijk. Sommige mensen zijn een nachtmerrie volgens mij. Maar nou, ik vind het gewoon heerlijk. En ik ben heel blij dat ik het heb gedaan. Dan ook de vraag wanneer ik ga samenwonen met Stan. Ja, dat weten we eigenlijk nog niet echt. Voor mij mag het zo snel mogelijk. Ik denk dat er niet heel veel verandert aan. Alleen dat hij hier gewoon vaster, vaker is. En dat vind ik alleen maar heel gezellig. Ja, het wordt sowieso na zijn studie. Na zijn studie heeft hij afgerond in juni of zo. Ja, dus ik denk een beetje na zijn studie. En misschien dan tijdens de zomer of na de zomer. Maar ik vind het ook wel chill dat ik nu gewoon een beetje kan proeven van het alleen wonen. Maar ik zou het ook wel gewoon fijn vinden om gewoon te weten van, oh, hij komt vanavond gewoon thuis. Of nu is het veel meer plannen met, oh, dan komt hij en dan kan ik niet dat doen of kan ik niet dat doen. En dan is ook al gewoon sport. Ik kan gewoon naar dat event. En ik zie hem toch wel in de avond. Ik heb de hik. Nou, zo lekker dit. Ook kreeg ik best wel veel de vraag.
hoe ze Sjoerd vindt dat ik weg ben. Hoe onze band nu is. Of we ruzie hebben. Ja, we hebben zeker geen ruzie. Zeker niet. Wat ik aan het einde van het samenwonen wel al merk, is dat Cecile heel druk is. Zij heeft natuurlijk een hele drukke baan. Ze werkt bij Hobbs & Lewis, management waar ik zit. Het was wel anders dan het eerst was. En dat komt gewoon omdat ze heel druk is. En daar heb ik het ook gewoon met haar over gehad. Dus dat is logisch. Maar dan merk je dan nu, als je dus niet met elkaar woont, dat het nog moeilijker is om elkaar te zien. Maar onze band is gewoon nog steeds heel goed. Vorige week zijn we nog gezellig gaan lunchen. Was echt heel leuk. Proberen gewoon zo veel mogelijk contact te houden. Het is logisch dat soort dingen verwateren. En als je niet meer samen woont, dat dat heel anders gaat worden. Maar wel heel jammer dat ik wegging trouwens. Wat ik ook snap. Ik mis Cecile ook heel erg. Gewoon dat huis en daar. Maar het is ook weer wat je ervoor terugkrijgt. Is het ook weer een beetje weer waar. Ja, dat eigenlijk een beetje. Wat doe ik het liefst als ik een dagje vrij heb? Eigenlijk ben ik een soort elke dag vrij en werk ik elke dag. Ik ben elke dag vrij om te doen wat ik wil. Tenzij ik een event heb of een afspraak natuurlijk. Maar ja, ik kan gewoon mijn eigen dagen inplannen. Ik vind het echt de uitvinding van een eeuw. Ik vind het zo chill. Ik word er ook zo rustig en blij van. Ik probeer wel zoveel mogelijk door de week te doen. En dan in het weekend gewoon echt weekend te hebben. En wat ik dan het leukst vind is gewoon lekker met mijn vriendinnen. Met Stan, mijn vriend. Misschien lekker lunchen. Lekker uit eten. Gezellig met die meiden iets doen. Gewoon echt je verstand op nul. En gewoon niet aan werken. Niks aan daarin denken. En gewoon alleen maar leuke dingen doen. Lekker varen. Dat gewoon een beetje. Maar voor mij voelt bijna elke dag als een vrije dag. Want een event, dat is leuk. Dat voelt niet als werk. Afspraken of weet ik veel. Ja, dat voelt gewoon allemaal niet als werk. Dat voelt gewoon allemaal heel leuk. Als ik dit werk niet deed, wat had ik dan willen doen? Goeie vraag. Dan was ik denk gewoon bij Hobbs & Lewis blijven werken. In de marketing. Ik heb creative business gestudeerd. Dus een beetje marketing, opleiding, social media. En dat vind ik wel gewoon heel leuk. Dus ik denk als ik dit niet had gedaan, dat ik gewoon campagne manager was geweest bij Hobbs & Lewis. Campagnes had opgezet voor social media, influencer, campagnes. Dus wel een beetje in dit wereldje denk ik. Anders? Nee. Ik zie mezelf echt niet in een andere sector ook. Niet in de zorg, niet bij de gemeente of zo. Echt wel een beetje in de creatieve industrie eigenlijk. Nou, alles wel leuk gevonden. Hoe ga ik om met negativiteit die ik wellicht over me heen krijg door YouTube of social media? Ik ga er best wel goed mee om, denk ik. Het doet me eigenlijk bijna niks. Ik vind het eerder altijd een soort zielig voor degene die comment. Dat ik denk, wat triest dat jij je zo kut voelt. Dat jij andere mensen naar beneden moet halen. Achter je laptop of achter je telefoon moet gaan zitten typen. En zo negatief moet zijn. Denk ik, ik vind het zielig dat jij zo'n leven staat en zo'n mindset hebt. Kan wel eens natuurlijk ook een haatgedachte over iemand hebben of een negatieve gedachte. Maar denk je dat er een iets in mijn hoofd zit dat denkt van, oh, dat ga ik even commenten? Nee, dat denk ik, laat en laat leven. Joh. Ik zou het misschien heel anders doen, ik een hele andere mening hebben, maar ik ben zo unbothered. Het boeit me echt helemaal niks wat een ander aan het doen is met zijn leven. Dus ja, dat mensen haat hebben, dat hou je altijd. Weet je, je kan niet iedereen pleasen. Nou, het boeit me eigenlijk niet zoveel. Hoeveel kipnuggets kan je op in een half uur? Ik heb eens een keer de kipnugget challenge gedaan. Volgens mij waren dat er 35 of zo. Nee, dat is veel te veel trouwens. Mij 25. Dus dat is zo'n grote doos en dan nog 5. Ja, dat denk dat. Welk cijfer zou ik deze geven met mozzarella? Ik denk de normale geef ik 8,5. En deze een 8,2. Nee, een 8,7. Dus net 0,2 hoger. Ik vind het niet de calorieën waard om zeg maar altijd mozzarella erbij te doen of zo. Wat is mijn grootste angst? Wow, ik ben dus helemaal geen angstig persoon. Echt totaal niet eigenlijk. Stel dat mensen, oh dit, en denk ik, nou boeien, dan ga ik maar dood. Of dan, weet je wel. Maar ik heb eerder angst dat iemand anders doodgaat. Dus bijvoorbeeld dat Stan of mijn beste vriendinnen of mijn ouders of mijn broer, dat daar iets mee gebeurt. Dat vind ik echt zo 1000 keer meer erger dan, eigenlijk is dat dus best wel egoïstisch, bedenk ik me nu. Want als er iets met mijn omgeving gebeurt, dan vind ik dat heel erg voor mezelf. Als er met mezelf iets gebeurt, denk ik, ja, boeien. Maar dat is natuurlijk heel erg voor mijn omgeving. En voor jullie misschien? Nou, misschien wel een beetje te hoog gegrepen om te zeggen, maar dit is egoïstisch eigenlijk. Eeuw. Kijk, I love myself. Waarom ik dus bijvoorbeeld niet bang ben voor de dood of zo. Omdat ik best wel een soort, nou, ik ben niet spiritueel, maar
ik geloof wel dat er een soort meer is dan dit. En ik geloof heel erg in dat alles gebeurt met een reden. Ja, het klinkt echt heel stom. Maar als het dan, stel het zou dan bijvoorbeeld in je vliegtuig en je stort neer. Ja, als dat mijn einde is, dan is dat mijn einde. Ja, dan is dat ook mooi en dan is dat goed zoals het is. Ik heb een geweldig leven geleid. Genoten bijna van, nou bijna, van elke dag die ik gegeven ben. Ik geniet zo van mijn leven. En ik kijk heel erg uit naar de rest van mijn leven. Maar ik leef gewoon heel erg in het nu. Ik leef gewoon heel erg met de dag. En natuurlijk heb ik plannen voor de toekomst. Maar je weet nooit hoe het leven loopt. Dus ik kan me wel vasthouden aan plannen. Wie zegt dat die ooit gaan gebeuren? Dus ja. Een beetje diep allemaal. Maar ik denk gewoon zo. Ik zou er allemaal niet aan moeten denken hoor. Oh, nee, gadver. Gewoon niet te lang over nadenken. Ik krijg trouwens ook vaak de vraag of ik voor altijd in Amsterdam zou willen blijven wonen. En hoe ik het leven in Amsterdam vind. Ik zou niet voor altijd, denk ik, in Amsterdam willen blijven wonen. Dat ja, kan je natuurlijk nooit zeggen. Maar als ik erover nadenk, bijvoorbeeld Stan komt hier wonen. Lijkt me gewoon leuk om hier een paar jaar met Stan te wonen. Kijk, zelf, ik vind het helemaal geweldig hier. We zeggen, we gaan hier nooit meer weg. Kan natuurlijk ook. Maar ik denk dat... Ja, dat we wel terug willen naar waar we vandaan komen. Daar is toch wel gewoon familie. Veel meer ruimte hier in Amsterdam. Is het allemaal zo krap. En klein. En niet met de auto en zo. En dan wil je wel gewoon nou, met de auto. Nou, we willen gewoon een auto hebben. Het gezeik allemaal. Ik ben wel heel blij dat ik de stap heb gemaakt om ja, naar Amsterdam te verhuizen. Ik vind het echt heel erg leuk. Echt een leuke stad. In het begin moest ik wel wennen aan dat het... Ja, het is natuurlijk echt heel anders als dan een dorp waar ik vandaan kom. Iedereen helpt elkaar veel meer mee denken. Zeg maar bijvoorbeeld, klein voorbeeld, de loodgieter wil je oprecht helpen. Want het is je buurman of je kent hem via. En ligt je niet op. En hier word je gewoon overal opgelicht. Bij de garage voor je scooter. De elektricien. Gewoon overal word je opgelicht. En dat vind ik gewoon jammer. Dat ik denk, waarom zijn we zo? Waarom is de mensheid zo? Maar ja, mensen proberen gewoon hun geld binnen te harken. En ja, ze willen weer gaan. Ja. Gewoon jammer. Dus dat vond ik in het begin wel een beetje wennen. Dat ik dacht, oh, ja, verder vind ik de stad... Het is gewoon chill. Je hebt alles dichtbij. Is chill. Het is gewoon echt een leuke vibe. Je kan leuk uit eten. Je kan leuk uitgaan. Je kan lekker terrassen. Ik zou echt in geen andere stad willen wonen. Ik zou ook niet... Zeg maar, het is of mijn Amsterdam of het dorp waar ik vandaan kom. Ja. Zo, ik zit gewoon zo vol. Ik denk, hoe kan dat? Normaal eet ik dit ding op en alsof het niks is. Heb je al vakantieplannen? Nou, ik heb wel vakantieplannen. Ik wil met Anne, Nina, Sophie... Bo. Anne, Nina, Bo en Sophie willen met z'n vijf op vakantie, maar we weten nog niet waar, neer en waar. Maar we willen misschien in juni, maar het is nu al mei. We moeten even kijken hoe we dat gaan rondkrijgen. Nou, komt wel goed. Heel graag weer naar Bali. Heel graag. Wil ik in het najaar weer naar Bali, want ja, ik mis het zo erg. Het is gewoon zo leuk daar. Curaçao vond ik ook wel heel leuk, maar kon je net iets minder goed werken... Dat is weer echt chill vakantie. In Bali kan je echt best wel... Ja, hangt gewoon meer een werksfeer. Betere wifi overal. Meer werkplekjes en zo. Dus om die reden zou ik... Zeg maar, op Curaçao zou ik eerder mezelf verslonzen en niet meer werken. En op Bali is dat wel wat meer. Nou, niet mezelf verslonzen, maar gewoon mijn werk, zeg maar. En verder heb ik niet echt dingen op de planning. Ik zou heel graag met standaard Bali willen. Dat ligt eraan of hij gaat doorstuderen of dat hij master gaat doen. Dan kan het niet. Of dat hij gaat werken, dan gaat hij later werken, zeg maar. Gaan we naar zijn studie. Ja, eigenlijk nog niks vast, maar wel plannen. Ik had dat jullie het gezellig vonden. Het is echt weer een hele andere soort mukbang dan normaal. Vroeger maakte ik voor mijn gevoel veel vaker video's dat ik gewoon zat en met jullie aan het praten was. En dan is wel tijd om dat weer een keer te doen. Dat is wel leuk. Gewoon met lunchen of een keer een lekker avondeten. Dus laat me weten of jullie dat gezellig vinden. Ik ga het natuurlijk vaker doen. Toch ook weer anders als je vlogt. Als je vlogt, dan ga je niet echt een gesprek aan. Zo. Ga je niet echt een gesprek aan of zo. Ik zit zo vol. Ik weet niet hoe. Van 1 tonicado. Want, nou, ik heb nog nooit van volgens eens. Maar goed. Ik hoop dat jullie een gezellige video vonden. Ik vond het heerlijk om even met jullie te kletsen. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Vergeet me zeker niet te supporten door een blauw duimpje omhoog te geven. Te volgen op TikTok en Instagram en Snapchat. Allemaal @sarahverwoerd als je niet genoeg van me kan krijgen. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. En zie ik jullie snel weer. Doei!